Goedemiddag iedereen! Welkom terug iedereen bij een nieuwe video van Blu-ray Daddy 82. Oh yeah! Je vraagt je misschien af, hey, waarom heb jij zo'n coole Batman t-shirt aan? Waarom? Omdat ik straks met iemand naar The Flash gaan kijken, maar dat is een andere video waar ik van ga maken. Maar eerst gaan we dus iets anders doen, je hebt het wel gezien in de titel. Het gaat maar een kort videootje zijn, maar hey, het is wat het is. Van het weekend kan ik geen rommelmarten doen, omdat ik moet werken, het is mijn werkend weekend. Dus geen rommelmarten, maar ik heb wel iets besteld via bol.com, omdat het een actie was en het was 2 voor 30 euro. En ik heb mijn nichtje gecontacteerd, ons Leslietje. En ik heb gezegd tegen haar, heb jij soms interesse in dat? Want ik heb interesse in dat. Dus elk 15 euro. En ze zei tegen mij, deal, dik in orde. Ondertussen heeft ze de 15 euro al teruggestort. En nu ga ik dus een keer tonen wat wij gekocht hebben. Dus het ene is voor mij en het andere is voor haar. Dus, ik doe zelf mijn special effects. Hallo? Hallo? Ik ben bol.com envelop. Wilt u mij openmaken? Ja hoor. Ja man. Ik heb kosten aan mijn hoofdje. Dus we gaan dat zo een keer open doen. 3, 2, 1. Joppa. Voilà. En wat zit er daarin? Twee stukjes. Alle twee op Blu-ray. Het eerste zal ik tonen wat dat van Leslie is. En dat is... House of Dragon. Ik weet niet of je uiteindelijk hoe kunnen zien een beetje. Ja, voilà. House of Dragon. Ik heb dat gezien op streams. Zij heeft dat ook gezien op streams. Maar zij is een enorme fan van Game of Thrones. Ik ook wel. Maar zij toch ietsje meer. Zij heeft daar ook al twee posters zo hangen in haar huis. Eén van Game of Thrones en één van House of Dragon. Ik denk zelfs dat de zaalste is. Maar ik ben het niet zeker. Ik denk dat het zaalste... zelfs de foto is. Dus voilà, daar heeft ze zij gekozen. HBO Original Game of Thrones House of the Dragon. Voilà. Ik vond dat een heel goede serie. Natuurlijk weer met een open einde. Pardon. Met een open einde. En ik kijk wel uit naar het volgende seizoen. Want ik denk dat het echt wel badass gaat worden. Goed, dus dat was House of the Dragon. Dan... Wat ik gekozen heb, ik kijk er enorm naar uit. Die acteur was, de hoofdacteur was onlangs op Facts. Oké, dat is het ook. Ik ken hem nergens anders van. Ik ken hem totaal niet. Maar ik heb wel een paar delen gezien van die serie. Een paar stukken gezien. En dat zag er echt enorm goed uit. En ik heb er ook alleen maar goede dingen van gehoord. En dat is Superman en Lois. Voilà, ik kijk er echt naar uit voor om dat te kijken. Ik denk dat het een hele goede serie gaat zijn. Ik weet niet of dat ze al een tweede seizoen aan het maken zijn. Het zijn 15 afleveringen van 44 minuten. Dus ja, leuk. Leuk. Ja, voilà. Ik kijk er naar uit. Laat me een keer weten in de comments of dat Hulder dat al gezien hebt. Of dat je House of the Dragon al gezien hebt, die twee. En ja, voilà, dat was de video. Meer kan ik ook niet over vertalen, want dat heb ik al gezien. En dat heb ik nog niet gezien. En dat is van mij. En daar ga ik dan binnenkort naar kijken. Voilà. Dus, dat was de video. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video alstublieft. En abonneer alstublieft op mijn kanaal. En like. Dus gaat nu. Je kijkt gewoon naar beneden op je scherm. En staat daar zo'n duimpje omhoog. En pop, doe het zo. En dat maakt mij heel gelukkig. Ja, voilà. Allemaal bedankt om te kijken. Salutjes en tot de volgende keer. Salut!